Ben je op zoek naar een nieuwe trolley, maar weet je nog niet goed welke je nu moet hebben? Blijf dan kijken. Ik ben Rogier van kaapwild.com en in deze video vertel ik je alles over verschillende soorten karpetrollies. Vis je veel op afgelegen visstekken, dan kom je er niet aan dat je gewoon een trolley nodig hebt. Nou, binnen kabel.com hebben we een ruime voorraad aan karpetrollies van verschillende merken, van heel klein, compact, tot gewoon grote tri met drie wielen en zelfs elektrisch. Voor me heb ik een standaard trolley. Wat belangrijk is bij de aanschaf van een trolley, is natuurlijk eerst te kijken van hoeveel materiaal neem ik normaal altijd mee. Dus heb ik eigenlijk een hele grote trolley nodig, omdat ik extreem veel en zwaar materiaal meeneem. En ik blijf lang vissen of heb ik gewoon een heel klein compact trolleytje nodig waar ik even voor een dag sessie mijn spullen op kwijt kan. Uh, en dat is eigenlijk genoeg voor mij. Ja, dit is een middelmaatje trolley. Wat ik zelf altijd aangaf, nou ja, wat ik al zeg van kijk eerst hoeveel visspullen je nodig hebt. Probeer natuurlijk zo klein mogelijke trolley uit te kiezen die voor jou uh, werkzaam is. Daarbij is het natuurlijk ook heel belangrijk om te kijken van past hij wel in mijn auto, krijg ik hem wel mee überhaupt. Je kunt ze tegenwoordig wel helemaal demonteren. Maar ja, goed, dat kost natuurlijk ook allemaal weer tijd en werk. Velen hebben ook uh, de voorziening van een bus of een, een soort van bestelbusje, waardoor je hem gewoon zo achterin kan zetten. Dat zijn allemaal dingetjes om te kijken: van, hey, past hij daarin? Past hij daar niet in? Ja, wat is voor mij nou een goede keuze? Nou, hier zei ik al, dit is zo'n middelmaatje. Wat ik zelf altijd zeg, van, kijk altijd goed naar het wiel. Waar zit het wiel gepositioneerd? Dat vinden wij zelf ook heel belangrijk bij de inkoop van trolleys. Kijken we daar zelf ook naar. Want hoe verder het wiel onder de kar zit, hoe minder zwaar het duwen van de kar is. Omdat eigenlijk het wiel draagt de gehele kar. Daar waar het wiel helemaal aan de voorzijde zit, daar zul je zien dat al het gewicht op je armen komt. Omdat het gewicht tussen de armen... En het wiel zit. Dus ja, daarbij is het heel belangrijk om te zorgen dat het wiel zo ver mogelijk onder de kar zit. Ja, hier kun je dat ook zien, die zit die mooi in het, ja, op drie kwart ongeveer. De voorkant kun je nog een stukje uitschuiven, daar kun je nog meer gewicht op zetten, dan zul je zien dat die mooi in balans is. Daarbij vind ik het zelf ook altijd heel belangrijk dat er een tas bij geleverd is, oftewel in ieder geval de mogelijkheid is om een tas in het midden erin te zetten. Dit is eigenlijk om het zwaarste gewicht wat je hebt, dus Boilies en dergelijke in de tas te doen. Daardoor blijft het gewicht laag bij de grond, waardoor je kar ook stabieler is om mee te lopen. Vele karren bij ons in het assortiment hebben die tas ook daadwerkelijk. Dus ja, dat is ook een puntje waar wij naar kijken: van hey, zit er een tas bij of is het de mogelijkheid om die er aan te zetten? Want dat heeft gewoon veel meer loopcomfort. En zul je zien dat je veel makkelijker verdere stukken kan lopen met je kar. Ja, daarbij nog is het belangrijk dat de achterkant natuurlijk gewoon mooi stabiel is, dat de poten ietsjes uit elkaar staan. Ze zien dat de kar met het beladen gewoon heel stabiel blijft. Nou, naarmate je groter gaat met de kar zul je zien dat er aan de zijkant ook beugels zitten die zorgen dat het spul aan de zijkant niet eraf valt. Barrel straps, zogenaamde elastiek om het spul vast te zetten is ook altijd heel handig om erbij te hebben. We hebben verschillende soorten van veel karren worden die ook bij geleverd. Gebruikt die ook gewoon want dat zorgt dat je hele vismateriaal gewoon stevig op die kar blijft zitten. Dat loopt gewoon een stuk makkelijker. Nou ja, zoals aangegeven, dit is een middelkar. We hebben ze ook nog vele malen grotere, ook nog wel zelfs weer kleine. Zelfs elektricisten, zeker voor de mannen die uh, echt ver moeten lopen of die dat stukje comfort gewoon erbij willen hebben. Het is allemaal mogelijk. De band, zorg dat die altijd gewoon netjes opgeblazen is. Eén bar vaak, hè. ik hoor ook wel eens jongens, twee, ah, drie bar erin. Dat kunnen ze echt niet hebben. Eén bar is meer dan voldoende. En in de zomer als het extreem warm wordt, laat het zelfs wat uitlopen. Uh, zelf ja, zeggen wij ook altijd, gewoon één bar is meer dan voldoende. Dus ja, let daar gewoon op. Heb je nog meer vragen of ben je benieuwd welke trollies we allemaal hebben? Kijk rustig eens rond op de website of bel of mail naar de winkel en samen gaan we kijken welke trolley voor jouw visserij geschikt is.